Hi guys, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. We gaan vandaag bezig met de laatste video van deze serie. Dat is de vloer plakken. Ik zal even laten zien hoe we deze vloer gaan verdelen. Ik heb natuurlijk goed uitgemeten dat ik hier een hele krijg. En dan tot aan de put ook een hele. Dus zo gaan we ook beginnen. Ik zaag hier een klein stukje uit, zodat deze net iets meer naar binnen kan vallen. Dan kan de strip gelijk af met deze strip van de wand. En aan deze kant gelijk af met die strip. En dan kan het douchescherm straks hier ergens opgeplaatst worden. En hier komt volgens mij geen douchescherm voor, het blijft gewoon een opening. Dus dan moeten we zorgen dat deze tegel in ieder geval goed waterpas ligt. Nou, hoe komen we dan verder uit? Dan krijgen we hier een stukje, een iets kleiner stukje. Maar dat komt onder de wc-pot. Dus dat is niet zo erg. Een stukje van 13 straks. Dan gaan we naar deze kant opmeten. Ook als we hier beginnen met een hele, krijg je het bad. Komt ook op de tegel. Dat is ook een mooie groot stuk. 60. 60. Hier hebben we dan 68. 60 krijgen we onder de wastafel. Een stukje van 8. Misschien iets groter, omdat we hier nog een stukje oversteken. Ja, hier moeten we nog een stuk oversteken. Krijgen we hier zeg maar 62. Krijgen we daar een stukje van 10, ook onder de wastafel. Soms ontkom je niet aan die kleine stukjes, maar aan die kant 12 en ja, 10 is ook ongeveer hetzelfde, dus gaat ook voor als gelijk verdeeld. Dat zou mooi zijn. Als je nou de douchebak uit het gat zou maken, zou je daar weer een groot stuk krijgen. Krijg je hier weer een heel klein stukje. Dat vind ik zelf niet zo mooi. Ik hou liever bij de hoek van de doucheverlaging mooi met een hele aan. Dat je mooi rondom de stripper met een hele en geen scherpe kanten creëert waar je je voeten aan kan loshalen. Dus even een stukje eruit zagen. En dan gaan we beginnen achter de put. Hier konden we de tegel onder de hexagon laten steken. Dus hier maken we dan al een ruime kitnaad aan. Hier is die 5,5 strak. Dan maken we een 4,5. Dus een halve centimeter aan de ene kant en een halve centimeter aan de andere kant kitnaad. Zo, het kleine stukje is uitgezaagd. En de rest van de douchebak heb ik vast pas gelegd. Dit vind ik altijd heel makkelijk werken. Waarom vind ik dit makkelijk werken? Zo weet je precies welke tegel waar moet. Kun je er nog mooi bovenop en kun je mooi makkelijk meten. Nu kan ik straks gewoon alle tegels eruit pakken, lijmen, onderkant inkammen. En dan heb ik het moeilijkste gedeelte, namelijk de douchebak, er alweer in liggen. Rechts naast de put krijgen we echt een heel mini stukje, lijkt wel op een tandenstokertje. Centimeter strookje. Rechts iets groot, links bedoel ik iets groter. Deze stukken vallen onder de tegels. Die gaan we dan ook als eerste plaatsen. Een mooie stevige lijm. Zodat hij niet wegdrukt onder het gewicht van de tegel. Omdat we achter de putten hier een beetje lastig bij kwamen met de cementdekvloer, dienen we hem nou even iets dikker op te zetten. Om het afschot te kunnen creëren wat hij nodig heeft. Even op de put, dan druk je hem een beetje eronder. Nu is het echt heel belangrijk dat je een heel klein waterpasje hebt. Kun je hem zo even op de tegel leggen. En dan kun je hem zo drukken dat hij mooi afloopt. Nou, je rechter even.
Het voordeel is ook van als je hem eerst al even uitlegt, dan kun je precies zien hoeveel lijm het elk stukje ongeveer nodig heeft. Als hij er heel ver onder ligt, moet je meer lijm geven dan dat hij al bijna gelijk ligt met de bovenkant van de put. Weer even kleven met een klein blokje. Hier kun je mooi zien het afschot achter de put. Deze laat ik vaak ook nog heel iets naar binnen toe lopen. Nou, dit afschot is ruim voldoende. Het water loopt met het minimaalste afschot toch wel ergens heen. Dus in deze geval wel naar de put. Dus nou, nu maken we deze twee tegels even erin, daarna de twee kleine strookjes, want die kunnen we dan mooi precies op hoogte drukken van beide tegels. We maken hier uiteraard weer gebruik van het leveling systeem. Kunnen niet meer zonder. Een stukje ligt mooi erin. Normaal gesproken hou ik van evenwijdige kitnaad om de put, maar de ruimte is net iets te groot voor deze twee helen, waardoor we hier een iets grotere kitnaad krijgen. Nou, als je dat nou helemaal rondom doet, dan wordt het wel heel, heel ruim. Ah, dit is nog acceptabel. Dit is het afschot wat we hebben in de douchebak. Op deze 80 centimeter is dat ongeveer, het zal zijn, een halve centimeter, dus over de hele douchebak hebben we meer dan een centimeter afschot. Dat is genoeg. Als het water maar eenmaal daarheen loopt, dan komt het nooit weer terug. Zijn we bijna klaar met het moeilijkste gedeelte van de badkamer. Deze strippen vormen ook soms wel een groot obstakel. Want het is maar net hoe goed dat de vloer buiten de douchehoek loopt. Als deze nou mooi waterpas is, is er geen probleem. Dan kun je de strippen er zo in plakken. Maar bij deze kon ik al vernemen dat er wat meer bulten in zaten. En hier hebben we nou ook deze iets grotere opening. Hier plak ik straks even twee stukjes in om de strip op te kunnen vangen. Zodat je hem later niet kapot loopt. Dit is toch wel iets waar je... Wat we best wel veel zien, dat ze de strippen kapot lopen. Het is daarom ook niet mijn keuze om in een douchehoek strippen te gaan gebruiken. Het is gewoon erg lekkagegevoelig naar mijn idee. Het is veel beter als je dit stuk gewoon mooi hebt overlopen en dan hier een kleine doucheverlaging creëert. Wat je gewoon netjes kan afkitten zonder strippen. Strippen is altijd... naar mijn ogen een punt van lekkage, wat als er lekkage kan komen, dat het daarvan ligt. Want ja, als je erop gaat staan, bestaat de kans dat je dat die gauw scheurt, dat de voeg breekt en daarom dat er dan water onder komt. Idealer zou zijn geweest als die had afgelopen, maar waterpas is ook goed. Waterpas is de norm. Binnen de bak is het mijn probleem, buiten de bak is het weer iemand anders een probleem. En zo heeft iedereen een afschuifsysteem. Jammer genoeg. Niemand die wil voor elkaar meer netjes werk maken, lijkt het wel. Maar ja, waterpas is dus goed. Ik heb eerst dus deze beide geplakt, omdat we hier... Ik moest hier eens een ruimere kitnaad houden en meestal plak ik deze jollystrip op de tegel. Dan kun je mooi met een hele eromheen. En hier zie je dat we er een klein stukje af moeten zagen van 6 mm. Dus langs deze kant even 6 mm afkorten. Nu door met het laatste stuk van de badkamer. Dit stuk was echt een kutstuk. Moest veel lijm bij onder om een mooi waterpas te kunnen krijgen. Dus
Als je voelt dat je tegel toch niet helemaal goed pakt in de lijm, wip hem dan altijd eruit en kijk even wat hij doet. Zo nodig vul hem weer extra onder met lijm. Goed aanslaan als er dan een beetje lijm zoals hier tussen de voeg doorkomt. Is helemaal niet erg. De volgende dag kun je dat zo met een mesje eventjes eruit peuteren. Dan zit hij in ieder geval goed in de lijm en klinkt hij straks niet hol. Ook met de tegels gaat het krap worden. Van de 3060 had ik wel geteld 0 tegels over. Van deze 66 wordt het ook krap. Ik heb er nog 10. Ik moet er hier nog 4. 5, 6, 7 en stukjes. Het zal net genoeg moeten zijn. Voor het bad heb ik al extra moeten bijbestellen. Want ja, ze waren op. Het laatste stukje van deze badkamer. Oh, bijna het laatste stukje. Van deze vloer in ieder geval. We gaan de dorpel nou plaatsen. Omdat deze dorpel even hoog komt te liggen als de gewone vloer. Als ik hem er zo zou inplakken. Plak ik even een strookje tegel eronder. Goed in de lijm. Eén kant aandrukken. Dat de dikke spul naar de achterkant gaat. Zo. 1. De dorpel is gemaakt van honoliet. Je hebt ze ook in hardsteen. Ja, dit is een of andere chemisch geperste substantie. Het stinkt ook heel erg als je het zaagt. Deze komen op maat. Maar in het verleden heb ik wel eens gehad dat ze hem lostrapten als ik hem gewoon inlijmde. Dus nu ruw ik hem altijd eventjes op met een diamantschijf. Even het oppervlakte eventjes een beetje vlak schuren en dan hecht hij stukken beter. Ik heb wel eens gehoord dat je honoliet moet voorstrijken als je het ergens mee wil plakken. Daarom denk ik dat de lijm normaal ook niet zo goed werkt. Als je hem dan mooi even ruw schuurt, heb je die voorstrijk niet nodig. Zo, niet meer aankomen. Het volgende wat we nou zouden gaan doen is voegen. Dan zal ik jullie in deze video niet meer mee lastigvallen. Dat hebben we in de vorige al gedaan. Op de vloer is het identito, is hetzelfde. Omdat de dorpel nou iets hoger ligt, voeg ik deze gaten ook even mee. Mooi in dezelfde kleur als de voeg. En daarna volgt ons nog één aflevering en dat is het bad. Ik weet alleen niet wanneer die afvoer binnenkomt, hij is er nog steeds niet. Het zou wel van goud zijn of ze moeten hem nog ergens maken, ik weet het niet, maar het duurt wel lang. Nou, dat was dus de laatste aflevering. Voor nu, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.